Nou, tijdens het kabinet van Rutte 1 heeft staatssecretaris Bleker op twee manieren eigenlijk echt een knip veroorzaakt met hoe we tot dan toe met natuur in Nederland omgingen. Hij heeft heel veel van het geld weggehaald om natuur in Nederland goed te beschermen. En hij heeft ook de regelgeving wilde hij heel erg afzwakken. En daar is dit eigenlijk ons antwoord op. We zeggen dus, je moet natuur in Nederland goed beschermen. Want Nederland is een mooi land, ik wil dat graag zo houden. En daar was dat beleid van Bleker absoluut niet geschikt voor. Dus daarom, dit is ons antwoord. De belangrijkste voorstellen zijn dat we eigenlijk natuurwetgeving sterk gaan vereenvoudigen. We hadden eerst een stuk of 6, 7 wetten. Dat wordt allemaal komt in één wet terecht. Eerst had je een stuk of 6, 7 gebiedscategorieën. Dat worden er nu 2. Dus we willen het vereenvoudigen. We willen het ook meer maatwerk maken. Dus dat provincies in hun regio gewoon kunnen bekijken. Wat willen we hier nou beschermen? Dit mooie landschap. Dat bos daar, wat voor ons historisch heel belangrijk is. En deze natuur die echt van internationale waarde is. Dat gaan we niet meer allemaal vanuit Den Haag bepalen. Maar wordt ook echt heel erg een kwestie van in de regio met elkaar afspreken. Nou, we vragen eigenlijk aan iedereen om op een respectvolle manier om te gaan met de natuur. Omdat we zeggen, natuur heeft ook een waarde aan zich, los van zijn belang voor de mens. Natuur heeft een intrinsieke waarde, zou je zo kunnen zeggen. Dus vinden we het belangrijk dat iedereen op een normale manier daarmee omgaat. En we bieden in de wet dus ook een aanknopingspunt om echt natuurvandalisme aan te pakken. Dus als je echt het bos in gaat en met een stok alle vogelnestjes uit de bomen gaat slaan, ja, dat kun je straks aanpakken op basis van de voorstellen in deze nota. Nou, wat veel mensen onder jacht verstaan nu, is eigenlijk een optelsom van schadebestrijding, denk aan muskusratten, beheer, als er bijvoorbeeld te veel herten en zwijnen zijn, en daarnaast de echte plezierjacht. Van, ik vind het zo leuk om op zondag het bos in te gaan en dan een paar konijnen te schieten. Overigens zijn daar wel allerlei regels aan verbonden hoor, maar dat is een beetje de driedeling. En eigenlijk zeggen we, die laatste, die halen we eraf. We zien jacht niet als een sport, maar jacht blijft wel een middel wat we inzetten om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid dieren in een bepaald gebied in balans blijft met de draagkracht van dat gebied en bijvoorbeeld ook het leefgebied voor andere dieren en ook voor planten. En nu zag je eigenlijk dat er heel vaak een soort strijd was tussen aan de ene kant boeren en aan de andere kant natuur om die toch in Nederland schaarse ruimte. En hier kiezen wij dus een hele andere aanpak in onze initiatiefnota Mooi Nederland. We zeggen, we gaan nou in zo'n gebied kijken, wat zou je er allemaal willen doen? Natuur, landschapsbescherming, recreatie, maar ook landbouw, waterberging. En maak nou één plan waar je met elkaar slim kijkt hoe je dat in zo'n gebied allemaal kunt doen. En dat betekent dat je misschien langs de slootkant geen bestrijdingsmiddelen meer moet gebruiken, maar dat je daarnaast nog prima kunt boeren. En als al die boeren aan die sloot dat nou doen, creëer je een prachtig stukje natuur wat misschien het ene natuurgebied met het andere verbindt, zonder dat het dan allemaal natuurgebied hoeft te worden. Dat was de oude aanpak. Onze aanpak is meer, kijk naar hoe je met elkaar de dingen mogelijk kunt maken. Nou, de ecologische hoofdstructuur bestond eigenlijk ook altijd al uit die natuurgebiedjes, die Natura 2000 gebiedjes. En andere gebieden die ook gewoon van belang zijn voor recreatie. Wij zeggen die EHS, dat was wel een hele technocratische term. Het gaat eigenlijk om een mooi Nederland en om een natuurnetwerk in Nederland. We hebben een spoornetwerk, een wegennetwerk en we hebben straks ook een natuurnetwerk in Nederland. Ja, het is eigenlijk een hele valse tegenstelling. Bleker zei, je hebt vooral last van de natuur. Wij zeggen, je hebt vooral baat bij de natuur. Denk alleen maar aan het feit dat de Veluwe meer bezoekers trekt per jaar dan de Amsterdamse grachten. Natuur is ook heel erg een plek waarmee we het vestigingsklimaat van ons land verbeteren. Waarmee we gezondheidskosten omlaag brengen. Natuur kan een rol spelen in waterberging, waardoor je minder hoge dijken nodig hebt. Natuur speelt op allerlei manieren een rol en heeft dus een hele belangrijke economische waarde. Ik vind het een hele valse tegenstelling, daar blijven wij ook ver van. We kijken juist naar hoe maak je dingen mogelijk en we pakken dat dus vooral ook heel regionaal aan, maatwerk. Nou, we hebben deze notitie aangeboden aan de staatssecretaris. Die gaat het nu voorleggen aan de Raad van State. Dus dat wil zeggen dat de Raad van State voorlichting gaat geven en advies gaat uitbrengen op de voorstellen die wij hierin hebben gedaan. En dan zal de staatssecretaris op basis van het wetsvoorstel van Bleker wat er lag, ons voorstel wat er dan ligt, beide dan getoetst door de Raad van State, met haar voorstel zal komen voor die nieuwe natuurwetgeving in Nederland. En daar horen deze voorstellen dan heel goed in verwerkt te zijn.